Mijn opdracht is om dit als macht van X te herschrijven. Dus de aanpak is dat je de exponenten bewerkt, optelt, aftrekt. Zorg ervoor dat er nog wel één exponent overblijft op een X. Gaat als volgt. Die nemen we over. En dan komt er, dan moeten we de wortel uit x tot de derde moeten we opschrijven als exponent van x. X tot de derde. Wortel uit betekent dat je dan de exponent deelt door 2. Want wortel 2 is gelijk aan 2 tot de macht een half. Omdat hier een 2 staat. Als ik 3 zou hebben, de derde machtswortel uit 2, dan staat er. Dan is dat hetzelfde als 2 tot de macht 1 derde. Oftewel, die 2, deze 3 gaat daar naartoe, die 2 gaat daar naartoe. Dat betekent dus dat die 2 die hier normaal staat, die schrijf je niet op, maar dat staat er. Als er een wortelteken hebt, er staat niks in, dan is het een 2. Die gaat dus naar beneden. 3 tweede dus. Oftewel anderhalf. Je laat nog even staan. Deel ik dan door x min 1 maal x een half. Dus x tot de macht een half is eigenlijk wortel x. Oké. Als ik machten heb die vermenigvuldig ik, als je machten vermenigvuldigt, kun je de exponenten, moet je de exponenten optellen. Als je daarentegen machten deelt op elkaar, zoals hier, dan moet je de machten aftrekken van elkaar. Het eerste wat we moeten doen is zorgen dat alles wat hier staat, dat naar boven gaat. Dus we nemen hem over. Ik schrijf hier anderhalf op, in plaats van 3 tweede. We brengen die min 1 naar boven en dan blijft dat, dan wordt dat x tot de macht 1. Het is de omgekeerde waarde. En delen door x tot een half betekent delen door min of x vermenigvuldigen van x tot de macht min een half. Dus nu heb ik alles in een vergelijking staan. Alles op zonder deeltekens, alleen maar met maal, hè, dus maal tussen de verschillende factoren. En nu hoef ik alleen maar alles op te tellen. 2 plus anderhalf plus 1 plus min een half. Dus 3,5, 4,5 min een half is 3,5. Dit is wat er staat. Je zou dit nog kunnen uitwerken, maar dat wordt hier nou niet gevraagd. Je zou dit nog als een wortel kunnen schrijven. Maar het antwoord, als je alleen het antwoord volstaat als omdat de opdracht is, schrijf het als een macht van x.